Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Wij gaan vandaag voor jullie een mukbang opnemen. Ik ben samen met Eva. Oké, we staan nu even stil. We gaan zo door de McDrive. Want Eva, haar auto, die staat naast mij. En we zitten nu gezellig samen in de auto. Dus we gaan lekker Mackie halen. Heel veel zin in. Ja, heel veel zin in. Ik heb nog niks gegeten. Dus willen we ook bestellen dat we er doorheen filmen dat we er doorheen gaan? Nee, we doen het wel zo meteen, hè? Ja. Dat is beter. Oké, dus wij gaan nu even eten halen en dan zijn we zo weer terug. Zin in! Zin in! Oké, we gaan ons even installeren. Nou, ik zei tegen Eve, zou ik de bestelling controleren? Want als ik de bestelling controleer, dan doe je dat zo bij dat raam. Dat is zo asociaal, vind ik. Klopt het niet? Dus het was echt goed dat we hebben gekeken. Dus we hebben nu alles. Oh, zullen we gelijk een thumbnail maken? Ja. Doe je met die zak? En weet je waar ik altijd bang voor ben? Dat die foto's heel erg op elkaar lijken, die thumbnail-foto's. Ja, maar boeien. Boeien, ja. Oké. Ik heb er echt heel veel zin in. En Oh, er hangt hier ook een bruine druppel aan mijn Fanta. Gadverdamme. Mackroket zonder saus. Voor jou. Voor mij. Met saus, mackroket. Ja, Eve wilde dus de vegetarische mackroket, maar die hadden ze niet meer. Oh ja, en als je het leuk vindt, doe ook even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. We delen een cheeseburger. Ja, cheeseburger delen. Oké, wacht dan weer. Ja. Zal ik het in... Nee. En dan ben je gewoon daar. Ja, want je kan in mijn auto dus alles zo neerleggen. En kipnuggets. Ja, zit de zoetzure saus er dan in? Ja, oké. We zetten het even hier. Je moet maar zeggen als je wilt. Oh, en we zaten dus te kijken, want wij dachten dus echt dat we een jaar geleden een mukbang hadden opgenomen. Maar het was dus... Heb je Frito, hè? Nee. Die zit in dat andere... Oh, hier zit hij. Maar het was dus 2 jaar geleden dat we voor het laatst een mukbang hadden opgenomen. Echt bizar. En die keer daarvoor hadden we ook een mukbang opgenomen. En toen hadden we mega veel haat door mij. Oh, ja, je gaat me nu wel echt raar vinden. Wat? Maar ik heb rietjes meegenomen. Oh, dat maakt mij niet uit. Oké, ook voor jou, hoor. En wil je je handen dus even verteren? Oh, ja. Alles aangedacht. Zo. Nee, maar die rietjes. Je hebt nu kartonnen rietjes bij de McDonald's. Dus we moeten die wel wat beter maken. Na 1 minuut zijn ze sobberig. Nou, ik vind het niet heel erg, maar... Moet jij het kartonnen rietje? Ja, wat kartonnen rietje. Ik snap, past dat rietje door de... Ja, het past er wel mee, maar... Kun je hem iets verder doen? Oké. En we hebben dus ook vragen. Zo'n ding gesteld op Instagram voor vragen. Lukt het? Ja. Ik heb Fanta. Oh, je hebt net ook lekker je propeduis opgehaald. Wil je hem zien? Ja, ik kan hem zien. Hij is heel mooi, denk ik. Nou, sorry. Ik vond hem van jou nog mooier dan die van mij. Die van... Ik had letterlijk een karton dingetje. Ik heb dit. Dat vind ik mooier, hoor. En dit heb ik van mijn docenten gekregen. Dit vind ik heel mooi. Dit... Kijk mijn handtekening. Nou, dit is hem. Ik heb hem wel 3 keer. Ik weet niet waarom. In welk jaar zit je nou? Oh, dit zijn mijn studiepunten. Ja, jaar 3. Ik zal het wel even uitleggen. Oh. Oh ja, dat zijn gewoon je punten. Ik had dus gewoon wel tussen jaar 1 ik ga en 2. Wat eten. Ja, dat is goed. Tussen jaar 1 en 2. Oh, we hebben extra frietsaus gekregen. We hebben er nog 2 gekregen. Die kunnen we bewaren. Altijd goed. Nou, we hadden tussen jaar 1 en 2 had ik gewoon mijn P gehaald. En ik kon hem dus nu ophalen. En ik zit nu midden jaar 3. Of is het nog niet midden? Eerste periode is net voorbij. 1/4 zitten we nu, denk ik. Toch of niet? Of hoe ver zitten we nu? Het schooljaar. Oh ja. Oh ja, nee, ze zitten wel vol. Nee, en even vertel gelijk ook even jouw verhaal. Want toen ik die mukbang keek, toen had jij een tussenjaar. Ja, dat is echt wel lang geleden. Nou, ik ben in mijn tussenjaar ben ik inderdaad daarna naar de universiteit gegaan. En nu zit ik al mijn 2e jaar. Ik vind dat jij niet zo goed in beeld zit. Oh. Ja, nu wel. Ja. En we gaan maar... 2e jaar. Oh, mijn grote duizen. Maar die was echt heel lelijk. Ja, en ik zit... Maar je zit in Rotterdam. Nee. Ja. Ik ga de vraag erbij pakken. Of wil je eerst nog... Nee, ik ga de vraag erbij pakken. We hadden heel veel leuke vragen. Ik ben echt benieuwd. Ik weet het niet, hè? Oh nee, ik heb ze nog niet aan Eve verteld. Ik heb zelf ook nog niet heel goed gekeken. Ik weet nog wel vorige keer dat iedereen ging reageren. Wat is Eva mooi, wat is Eva mooi. Oké. Moeten we met iets luchtigs beginnen of gelijk? Oh nee, we beginnen eerst wel met... wat zijn jullie van elkaar? Oké.
Hoe gaat het met jullie? Daar beginnen we wel mee. Nou, mag ik even één ding zo zeggen? Heel veel mensen denken dat wij volgens mij een relatie hebben. Nee, maar dat komt alleen door... die comments. Er zijn zo'n man, ja dat kan je wel gewoon zeggen, die altijd onder mijn video reageert. En die reageert altijd een beetje gekke dingen. Maar ja, ik vind het ook een beetje lullig om zijn reacties te verwijderen. Ja, dat moet je ook niet doen. Dus ja, daardoor komen er een beetje rare comments. Ja, en we zijn natuurlijk best wel veel samen. Ja. Gisteravond. Misschien wel twee keer per week. Ja. Oké, okay. Hoe gaat het met jullie? Moet ik hem eerst beantwoorden? Ja. Met mij gaat het nu heel goed. Ja, ik denk het wel echt. Ik ben gewoon bang om, laat maar zeggen, nieuwe dingen te doen. Omdat ik bang ben dat ik dan ongelukkig word. Dat is heel raar. Nu ook snap omdat... ik wel, want ik merk het ook aan jou. Het gaat echt goed met jou. Ja, dus en ik ben... ook gewoon, je voelt je echt goed in je vel. Ja. En dan bijvoorbeeld, ik ben dus nu aan het kijken naar een nieuw huis. En dan, nieuw huis net. Of ik woon nu nog thuis, maar... ik ben gewoon bang om dat te doen, omdat ik dan bang ben dat er iets in mijn leven verandert waardoor ik ongelukkig word. Wow. Heel gek. Maar... snap ik. Maar met school en alles gaat het heel erg goed. En ja, met alles. Alleen in de liefde. Kanker. Komt wel. En Eve. Nou, daar heb ik allemaal mond voor. Dat hoort in een mukbang. Dat moet je erin laten. Oké. Okay. Je mag ook boeren. Oh ja, dat las ik ook al naar die comments. Dat mensen zeiden, ja, je mag wel een beetje meer boeren en zo. Nou, met mij gaat het ook wel goed. Ik kan niet eens boeren. Nou, er is eigenlijk niet zoveel op te zeggen. Met mij gaat het ook wel gewoon prima. Ik vind alleen, ik heb wel, merk wel... en ik mag echt niet zeiken, want ik heb niemand verloren aan corona of zo. Maar ik merk wel echt dat de corona het... ik snap wel waarom het mensen depressief kan maken. Met dat je niks kan doen. Dat je veel thuis zit. Ja, ik kan het nog. Ik woon gewoon thuis. Dus ik maar, heb nog wel mensen om me heen. Maar je kan gewoon echt niks doen. Nee. Maar ja, weet je, het is zo. Het is eenmaal zo. We moeten gewoon houden aan de maatregelen. Maar ik merk wel dat het bij jou ook meer doet dan bij mij. Ja. Dat merk ik wel echt. Maar jij hebt er niet zoveel last van. Ik heb een hele erge praktijkopleiding. Nou, praktijkopleiding. Maar mijn stage gaat door. Soms denk ik ook echt, dat is echt heel raar, maar dan denk ik ook al door met die kinderen en zo. Dat is wel heel leuk, nu met Sinterklaas ook en zo. Je krijgt gewoon ook al heel veel liefde van die kinderen. Mm-hmm. Gisteren ook was echt zo'n kind, toen zei ik zo, wil je even een knuffel? Mm. Ik denk, ja, heel gek is dat dan. Nou, ik zat er wel echt een tijdje even daar doorheen, maar... eeuw. Kijk, mijn broek is helemaal... sobbig. Nee, maar ja, weet je, ik hoop dat er een beetje een einde in zicht komt. En ik hoop dat er vaccin komt. Vooral voor de mensen die gewoon echt... ja, we willen ook niet te veel hier over corona praten. Nee. Dus wordt het zo... maar gewoon even van hoe het... als je een cijfer moet geven hoe je je nu voelt? Met een 7. Oh, dat is... ik beet op mijn tong. Ja? Bij mij wel een 8 dan, denk ik. Oké. Okay. Volgende. Wat zijn je plannen voor 2021? Dat vind ik ook een leuke. Want dat sluit wel een beetje aan, maar is wel op een positieve manier. Als wij dit opnemen is het gewoon 2 december al. Ja, het is echt bizar. Wat zijn mijn plannen? Ik heb eigenlijk niet echt plannen. Vakantie? Ja, oh ja, vakantie. Ja. Vorig jaar is onze vakantie dus niet doorgegaan. We hadden eigenlijk nog best wel gekund. Maar toen was het nog best wel oké, want we zouden naar... waar zouden we naartoe gaan? Oh ja, naar... Zakien toch? Ja, naar ik zou zeggen naar Griekenland, maar dat klopt, ja. En toen kregen we... we hadden het niet zelf geannuleerd. Wij kregen gewoon echt een mail dat het werd geannuleerd voor ons. Dus dat was wel heel stom. Maar we hebben dus nu wel al een deel betaald. Voor volgend jaar gewoon. Nou, echt een vrede voor lijf. Ik ook. Nou, dat is alvast een plan die staat. Dat we samen op vakantie gaan. Moet ik hem nog wel boeken? Ja. Kunnen we hem boeken? In januari al doen of zo. Ja. Ik hou ervan om vroeg te boeken. Ja, Eva heeft wel van de structuur nodig. Ja. Die gaat nu al van... maar eigenlijk, wat heb jij verder plannen? Niet echt, toch? Ik heb niet... dus komt ook wel... het begint weer over corona. Ja. Maar het komt ook een beetje door corona dat je niet weet... ja, het laat me allemaal op me afkomen of zo. Ja. Ja, ik ben gewoon... natuurlijk, met school is het wel natuurlijk een ding. Omdat dat dan je laatste jaar ga je dan in. Ja. Dus natuurlijk mijn eindstage en dan ga ik waarschijnlijk op de school lopen waar ik ook wil werken en dat soort dingen.
Maar daar zit je nu toch ook al? Nee. Oh. Ik zit nu in Leidschendam. Oh ja. Ja. En misschien verhuizen natuurlijk. Oh ja, dat is wel voor jou. Ja, dat is begin 2021. Verhuisvloggies. Echt heel leuk. En ja, misschien buitenland stage, maar ik weet niet of dat doorgaat. Nou, ik ben ook wel benieuwd. Nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Weet je, zo achteraf kijk ik altijd van. Ja. Hoe lang zijn jullie al vriendinnen? Ik weet het echt niet. 4 jaar of zo, 2016 denk ik. Ja, want er was ook een vraag hoe we elkaar kennen, dus dan is dat ook wel handig. Ja. We zaten dus op dezelfde middelbare school. Vlietland College Leiden. En zaten we pas in het 4e jaar bij elkaar, of niet? Ja. Want Eva zat een jaar onder mij. Ja. Want deed je 1 en 2 VWO? Of deed je... Ik deed 3 VWO zelfs nog. Deed je 3 VWO ook nog? En toen ben ik naar 4 HAVO gegaan. Oh. Ja. Je merkt dan wel weer wie de slim is. Nou, ik ben niet voor niets naar 4 HAVO gezakt. Maar het is ook prima hoor, ik wilde dat ook gewoon. En toen kwam ik bij je... Nou, ik kwam niet zozeer bij jou in de klas volgens mij, maar we hadden lessen samen. Verbrand me. En door een gemeenschappelijke vriendin raakten wij toen een beetje, ja, in contact. En gewoon... Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe we echt vriendinnen zijn geworden. Maar wat het moment was dat we echt vriendinnen zijn geworden, dat weet ik nou, niet meer. Nou, wat het wel zo is, ik dacht dat het wel minder was. Ik dacht namelijk, want ik kan me nog wel heel goed herinneren, want we waren een beetje met... Met z'n vijven waren we vriendinnen op de middelbare school. Echt gewoon een groepje. En dan deden we heel veel samen. Gewoon qua uitgaan en dingetjes doen en zo. Maar ik dacht dat wij dan niet heel erg naar elkaar... Dat dat wel meeviel. Maar ik ging dus laatst vlogs terugkijken. Het was juist wel... Dit kan echt niet. Dit moet ik erin laten. Nee. Maar ik kan alleen maar vieze boeren laten. Ik kan geen harde boer laten. Ja, ik kan ook geen harde boer laten. Maar dat komt door die Fanta. Ik drink nooit meer prik. Nee. Ik dronk gisteren nog prik. Oké, maar nee. Dus toen was het wel erger dan je dacht. Dat moet je echt maar een keer terugkijken. Ja. Ja, en dan... Toen spraken we namelijk ook wel gewoon samen af. Want toen gingen we natuurlijk ook best wel vaak uit gewoon met z'n tweeën. Oh, toen ja. Bij jou thuis. Oh ja. Omdat we natuurlijk toen ook nog met andere meiden omgingen zo. Ja. Maar hoe zijn we nou echt... Ik weet niet meer hoe we echt in contact... Wanneer het echt een moment was dat wij voor het eerst bijvoorbeeld iets... Het doen of zo, dat weet ik echt niet meer. Ja, gewoon met z'n allen wel, dan met z'n vijven. Mm-hmm. Of bedoel je na die tijd? Nee, man. Ah. In die tijd. Ja. Ik denk gewoon inderdaad, gewoon met z'n vijven, ja. Nou, dat was wel echt heel leuk altijd, vond ik. Ik zag toen ook die video dat ik, wat doen deze mensen daar? Wat doen ze? Oh. Ach. Wil ik in mijn... In de haven of jullie jou ging opmaken. Oh ja. Om dat skiën en zo. Ja, was wel echt leuk. Was echt heel leuk. Soms, ja, het is niet dat ik die tijd echt mis of zo, maar soms is denk ik wel van, het was wel echt een leuke tijd. Ik mis niet dat, maar ik mis niet het school. Nee, dat. Ik mis wel met vriendinnen. En die tijd dat vroeger was het ook inderdaad gewoon van... En dat je dan in de pauze en zo, en dat we dan gingen chillen. Ja. En dat we dan naar de snackbar gingen daar en zo. Hoe heet dat altijd? Het zwaantje of zo? Ja. Dat soort dingen, maar... En dat mis ik ook wel. De rest mis ik echt niet. Oké, volgende vraag. Ja. Oh, dit vind ik ook leuk. Als je een andere studie moet kiezen dan welke je nu zou doen, wat je dan zou kiezen? Gewoon iets compleet anders. Weet je wat ik altijd zo gek vind? Ik heb altijd echt 5 ideeën in mijn hoofd. Wat had je dan? Terwijl sommige mensen nooit een idee hebben, weet je wel. Maar ik wist sowieso natuurlijk al dat ik juf wilde worden. Mm-hmm. Maar ja, dat doe ik natuurlijk nu. Dan dacht ik, ja, iets met media, entertainment qua social media, YouTube-achtig. Want dat vind ik ook heel interessant. Ik vind tandarts dus fucking leuk. Politie, dat vind ik ook tering leuk. Ik mag echt geen tering zeggen. En voor de rest. Voor de macroket lekker? Zo, dat is mijn buik. Ja, dus ik weet echt wel veel dingen. Ik heb ook wel echt aan gedacht om hierna nog een andere studie te doen. Dat ik het allebei deeltijd kan doen. Maar ja, een juf die politieagent is ook een beetje raar. Ja, heel moeilijk te combineren. En ik vind dingen natuurlijk met gewoon qua
nagels en wimpers vind ik heel leuk. Maar... Ja, daar, oh, daar heb je oprecht over nagedacht om dat te gaan doen. Ja. Ik denk dat ik het gewoon zelf leuk vind, maar niet om het bij anderen te doen. Denk ik. Denk ik, ik weet het niet. En jij, Eve? Nou, ik, wat mij nog wel heel interessant lijkt... Nou, helaas ben ik niet creatief. Ik ben echt niet creatief. Ik kan niet tekenen, ik kan niet schilderen. Maar het lijkt me echt wel leuk om... Je hoeft niet creatief te zijn om te kunnen tekenen en te schilderen. Nee, maar ik bedoel, het lijkt me leuk om... Kijk, je kan op heel veel verschillende vlakken creatief zijn. Maar ik bedoel, het creatief zijn op schilderen en tekenen lijkt me echt wel leuk om... Ja, daarmee iets te doen of zo. Ja, maar je mag alles zeggen. Je mag alles zeggen. Je hoeft niet per se te kunnen. Dus gewoon wat je leuk lijkt. Nou, dan iets met... Zullen we iets openmaken? Voor je kipnuggets of een cheeseburger eerst? Cheeseburger. Ik hoop wel dat hij nog een beetje warm is. Dus je niet naar talent kijken. Je mag ook wel helemaal die kipnuggets opeten. Nee, ben je gek. Maar ik wil ze wel. We hebben echt veel te veel. Ik zit nu al vol. Je denkt dan dat ik heel veel honger heb, maar... Nou, ik zit nog niet voor. Eeuw, waarom ben ik dit aan boeren? Wat vies. Oké. Okay. Ja, volgende vraag. Dolfijnentrainster. Nee, dat wil jij toch altijd worden. Oké. Okay. Welke stad zou je later willen wonen? Ik wil echt in een dorp wonen. Jij bent heel burgerlijk. Ik ook wel hoor, maar... Ja, zou je wel hier in de buurt willen wonen? Of in Den Haag? Ja, same. Omgeving in Den Haag. Ja, Rotterdam vind ik ook leuk. Vind ik vreselijk. Nee, Rotterdam vind ik echt leuk. Nou, niks tegen Amsterdam, maar daar zou ik voor echt niet in kunnen wonen. Nee? Nee. Amsterdam echt een leuke stad. Mm-hmm. Gewoon bijvoorbeeld voor uitgaan of te shoppen. Maar daar blijft het ook wel bij. Het is te groot voor mij. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Nou, Rotterdam is op zich ook wel groot, maar ik vind dat overzichtelijker. Ja, snap ik wel. Oh nee, deze is wel leuk. Hebben jullie wel eens ruzie gehad? Ja, leuk, maar... Ja. We hebben dit wel eens een keer beantwoord, of niet? Ja, volgens mij hebben we dit al een keer in een mukbang beantwoord. Ja, dat is wel 3 jaar geleden of zo. Ja, toen we dat gingen beantwoorden dan. Oh ja, nou die ruzie ook. Nee, die is al dan wel langer al. Dat was in 2017. Wij waren eigenlijk echt... Omdat ik weet, wij waren echt... Gewoon beste vriendinnen. En wij gingen heel vaak met z'n tweeën uit. En daarna is de... Ja, door iets... Een situatie die... Dat is voorgevallen. Maar nee, we gaan het gewoon... Je kan het er gewoon open over praten. Ja, kan over. Nou ja, mij boeit het ook niet. Nou, nee, maar... We zouden op vakantie gaan met die 5 meiden. Maar helaas was ik heel... Ik ging een week daarvoor, 2 weken daarvoor ging ik ook op vakantie. Maar je moet gewoon kort. Eva was ziek. Maar toen ben ik tijdens die vakantie heel ziek geworden. Waardoor ik dus niet mee kon gaan naar Albufeira met die meiden. Alleen examenreis. Er waren gewoon een paar misopvattingen. En gewoon, ik denk dat het daardoor heel erg kwam. Ja, nou, weet je wat het is? En dat is wel echt zo. Toen je 16, 17, nou gewoon een beetje rond die leeftijd... Je maakte vroeger van alles een probleem. Ja. Ruzie, meiden, dingen, allemaal dat. Nou, nu kan ik er echt niet meer aan denken dat je er zo moe van wordt. Alleen maar dat praten over anderen en discussiëren en ruzie maken. Oh, ik heb gehapt trouwens. Boeien. En andere oordelen, dat soort dingen, weet je wel. Eet jij die maar op. Maar eet jij dan maar de kipnuggets op? Ja. Oké. Dan ga verder. Gewoon dat, weet je wel. Dat je dat vroeger, dat je gewoon over alles ruzie en gezeik, weet je wel. Zo irritant. Ik moet er nu gewoon echt niet meer aan denken dat je om alles ruzie ging maken. En dat was gewoon ook met dat. Dan ging je elkaar opfokken, dan werd het alleen nog maar groter. Elkaar belachelijk maken. Ja. Heel kinderachtig, maar iedereen herkent dit wel. Behalve als je nu in je leeftijd zit. Maar ja. Gewoon heel kinderachtig eigenlijk. Dat is het enige wat ik er ook van zeg. Mm-hmm. En daarna toen ging het eigenlijk gewoon weer prima. Voor de rest hebben we nog nooit ruzie gehad. Nee. Echt nooit. Want we zijn heel erg... Toen hebben we weer goed gepraat. Ja. Het was ook gewoon na 1 avond weer goed. Ja, dat was wel echt zo. Dat was echt zo. Dat was echt maar 1 avond weer goed. Het sloeg ook nergens op eigenlijk. Maar... Nou, ik was wel echt gemeen, was ik. Dat neem ik mezelf wel kwalijk hoor. Huh? Dat ik zo gemeen was, ja. Maar het kwam ook wel gewoon uit zelfbescherming. Nou, dat denk ik ook. En ik denk dat je gewoon... Oh, ik denk ook dat jullie elkaar heel erg hebben opgefokt. Ja. Op een gegeven moment is het gewoon leuk om dat soort dingen te doen. Was dat vroeger dan, hè? Om elkaar lekker zo op te fokken en te doen.
Oh, hebben we allebei, heb je die ketting om? Mm-hmm. Vind je hem leuk? Mm-hmm. Mooi. Heel leuk. Heel leuk. Nee, dus dat was wel een beetje... Maar voor de rest nooit ruzie gehad. Ook al zien we elkaar best wel veel. Ook niet of... Toen we wel op vakantie gingen, toen ook niet. Nee. Nee, eigenlijk gewoon wel prima. Als de ene iets niet wil, dan... Maar wij zijn heel makkelijk met elkaar gewoon van... Ik zou me nu ook niet echt kunnen voorstellen dat we nu nog een ruzie krijgen. Nee. Kijk, tuurlijk vind ik soms wel eens dingen irritant of zo. Ja, wat vind je echt irritant aan mij? Nou, ik wil dat niet zeggen op deze vlog. Nou, je moet het wel uitleggen. Nou, kan je het niet anders verwoorden? Ik vond je wel af en toe irritant. Oh, toen je me vorige, ja, dat snap ik. Ja. Ja, maar ik zou dat dus nu niet meer hebben. Nee. Nee, ja, maar ik wil er gewoon heel open over zijn hoor. Want dat maakt niet heel veel uit. Maar in mijn vorige relatie was ik gewoon heel erg... Dat je alleen maar met je vriend bent en dit en dat. Dat je gewoon heel leven daar even om draait. Zo. Ja, dat moet je gewoon echt niet doen. Maar dan weet je eigenlijk al dat het niet goed zit. Nee, klopt. Nee. Want die persoon in de relatie, die zou je nooit van je vriendinnen af. Ja, dus dat is gewoon niet goed. Dus ja, maar ik heb er ook wel weer van geleerd. Ik heb er heel erg van geleerd. Je zou, ja. Dat zou jou nu nooit meer overkomen. Nee. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ja, elke dag helemaal samen bent. Ja. 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 En bij jou heb ik wel gewoon... Oh, dat is ook heel gemeen, maar... Zeg maar gewoon. Gewoon soms van die dingen dat ik denk... Kom op, Eve, weet je wel. Van, Jezus. Ik staat op mijn kop. Ik ga zo... Ja, dat snap ik wel. Want ik denk, ja, geef nou gewoon je mening of zeg er nou iets van. Weet je wel zo. Ja, precies. Gewoon dingen die Eve toelaat die ik nooit toe zou laten. Zo. Nee, precies. Een beetje op dat soort dingen. Of dat je dan het wel lief bedoelt en dan denk ik, nee. Even niet lief zijn nu. Gewoon even... Hard zijn. Dat. Een beetje zo op die manier. Ja. Ik ben nu heel bang dat we zo'n reactie krijgen. Jij bent echt gemeen. Jongens. Als je zo als Janette bent, krijg ik geen vriendinnen meer. Nee, het is echt niet. Maar, wij kunnen echt alles tegen elkaar zeggen. Dus, maar het... Ik zou het ook nooit zo opvatten. Nee, maar die video van 3 jaar geleden... Ik heb letterlijk in die video... Ja, er kregen zoveel comments van... Je bent zo gemeen tegen Eva. Dit en dat. Maar ik zie het niet zo. Ik zie dat echt niet zo. Ik hoorde niet eens de dingen die zij zei. Dus het... Het was ook niet dat ik me er wat van... Jij bedoelde het ook niet zo. Nee, ik bedoelde het totaal niet zo. Dus, en dat weet ik. Ja, maar dan kwam het gewoon zo over. Heb je nog honger? Nee. Wil je nog deze? Ik wil er eentje. Ik ben wel koud. Oh. Dus neem ik 1 hap. Nee, maar... Nee. Maar... Ik bedoel het dan gewoon helemaal niet zo. Maar ik zeg gewoon wat ik denk tegen Eve. Ja. Ja. Over die kleding. Die kleding? Ja, toen zei Eva dus, we zijn echt matchy. Ik heb een rode broek aan en ik heb een rode trui aan. En toen zei ik boeien. Maar ik bedoelde gewoon meer zo van... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het bedoelde, maar gewoon een beetje zoals grapje. Ik heb niet eens gehoord dat je dat zei. Ja, toen gingen mensen dus zeggen dat ik gemeen was. Maar Janette is echt niet gemeen. Kan echt niet. Juist, nou die vorige keer... Toen had je helemaal beregend haar. Zo, dat zag er niet uit. Ook jouw zusje reageerde. Eva, wat zit je haar leuk? En echt 20 likes of zo. Het zat echt helemaal hier. Oh, hij moet heel even opnieuw uit moeten zetten. Maar hij kan maar 25 minuten filmen of zo. Mm-hmm. Nou, dan zijn we wel 25 minuten bezig. Ja, wacht even voor kijken. Nee, dus toen ging iedereen over Eva de haar zeggen. Ja, dat was echt lelijk. Heb je nog doelen voordat het jaar eindigt? Nee, dat gaan we ook niet zeggen. Nee. Onze leukste momenten samen. Want dat is natuurlijk wel een tijd geleden. Dus we hebben nu wel een paar nieuwe. Ja. Ja, het is 2 jaar geleden natuurlijk. We zijn toen wel op vakantie met z'n tweeën geweest. Ja, nou dat is wel echt... Dat was wel, is wel echt een van de hoogtepunten van onze vriendschap. Maar die vakantie was ook tering leuk. Ja. Maar dat is ook alweer 2 jaar geleden. Dat was 4 dagen of zo. Ja, maar het leek echt heel lang. We hadden toen heel last minute, nou, hadden we vakantie geboekt. Toen gingen we ook heel veel doen, dus daarom leek het zo lang. Ja, zeker waar. Nou, moet ik hem opeten? Ja. Bleh. Ik kan er niet meer op hoor. Ik kan er ook echt niet meer op. Maar, wat is nog meer even onze... Huh? Oh ja, ik was alweer vergeten, het tatoeage inderdaad. Nou, daardoor waren er ook wel wat reacties van, huh? Oh, interesseert me niet. Interesseert me niet. Zal ik hem laten zien? Ja, ik heb weet je hoe wit ik nu ben? Ja, ik ook. Oké, ik ga hem laten zien.
Jij bent volgens mij gewoon bruiner dan dat ik ben, hoor. Kijk. Ja, maar ik heb zelf bruiner op. Oh, deze mensen. Het is awkward. Dat we hem naast elkaar kunnen houden. Want Eva heeft hem dus op die arm hier zo. En ik heb hem dus hier. En deze tatoeage hebben wij samengezet. Oh, ik heb echt witte armpies. Zie je hem goed? Ja, je ziet hem wel goed. Sorry jongens, ik ga hem even nu niet laten zien. Dat maakt niet uit. Maar even voor het idee voor de mensen die de video nog niet hadden gezien. Ja. Oké. Willen we nog één vraag? En dan is het wel goed. Ja, zeg jij maar. Oké, nog één vraag. We hadden ook nog wel een idee om wat vaker mukbang video's op te nemen. Want we wilden ook nog naar andere restaurantjes en zo. Restaurantjes. Ja, nou je snapt wat ik bedoel. Afhaaldingen. Afhaaldingen. Dus dan... Gaan we dat doen. Ja. En dan moeten jullie maar laten weten of jullie leuker vinden dat we vragen beantwoorden. Ja, of jullie vragen beantwoorden of dat wij vragen beantwoorden of dat we over een onderwerp praten. Ja, kan ook. Want ik dacht er ook nog aan, we kunnen ook een keer een storytime van mij behandelen. Ja. Maar dan de namen veranderen. Ja. Dat is wel echt leuk. Dat is wel echt leuk, ja. Ja, net heeft al echt veel meegemaakt, jongens, daarom... Of dat mensen verhalen mogen sturen anoniem en dat wij advies geven. Ja, kan ook. Dat vind ik ook zo leuk. We kunnen het toch ook allebei doen? Ja, ik ga gewoon even een beetje kijken. We kunnen kijken. Toch meer story, we kunnen toch meer mukbangs maken? Dat is fucking gezellig. Ja, moet ik wel even op Instagram dan even vragen wat mensen willen. Oké, wat is iets wat nu op je verlanglijstje staat qua spullen? Ja, jij hecht daar minder waarde aan, hè? Of niet? Ja, nou ik weet wel één ding, maar ik ga... Ik wil gewoon heel graag een Louis Vuitton tas. Ja, maar ik wilde ook een tas zeggen, dus dat is niet heel raar. Een Louis Vuitton tas wil ik heel graag. Echt heel materialistisch ben ik. Ja. Hallo, ik ben pas materialistisch. Ja, oké, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar het is niet. We zaten bijvoorbeeld ook te kijken met Black Friday van wat gaan we nou allemaal bestellen en al dat soort dingen. En we hebben eigenlijk wel gewoon... Precies wat het is. Ja, dat je dingen echt nodig hebt of zo. Ik had wel inderdaad echt dingen nodig. Ik hecht soms meer waarde. Oh, sorry. Ik hecht soms meer waarde aan om mijn nagels of zo te laten doen. Ja, ik ook. Oh, ja, ik ook. Ja, jij gaat zo. Ik ga straks. Het kan kijken. Niet meer. Het is echt heel mooi. Oh, heel veel uitgroeien. Ja. Kijk, mijn kleur is een beetje verkleurd. Oh ja, maar het is wel mooi. Eva en ik doen ook altijd samen onze nagels. Nou ja, nu in coronatijd kan het niet meer echt samen, maar. Een soort van samen. Ja. Nee, wat heb jij nog echt op je verlanglijstje? Ja, ik vind wel een Chanel tas nu veel mooier. Die zijn heel mooi, maar die zijn echt zo duur. Ja. Vooral nu zijn ze echt heel duur. Mm-hmm. Ik had het gevoel dat ze vroeger goedkoper waren, maar ja. Ja, de waarde gaat natuurlijk omhoog. Voel je dat? Ja, de waarde. Ja, de tas stijgt in waarde. Ja, voor de rest heb ik niet echt dingen. Maar ik zou het gewoon zo chill vinden dat je gewoon altijd geld hebt om je wimpers en zo te laten doen. Dat soort dingen. Als ik, ja, dat zou echt heel chill zijn. Maar dat heb je toch op zich nu ook wel? Niet of je broerschap hebben doen. Ik kan niet elke 3 weken mijn wimpers gaan zitten doen. Nee, kan het niet. Ja, het kan wel, maar het is €80 of zo, hè. Okay. Ik vind dat wel een beetje zonde. Niet bij allemaal. Dat kan ook wel goedkoper. Ja, nou ja. Maakt niet uit. Oké, nou wij gaan een einde maken aan de video. We hopen dat je het leuk vond. En dan zien we heel snel weer bij... Oh, en je moet ook even zeggen, laat weten wat ze leuk vinden om nog meer te zien. Want ja. Ik het ook wel echt... Nu vooral met corona, het is gewoon gezellig om ook video's te maken. Ja, klopt. Dus dan moeten jullie zeker laten weten wat jullie graag willen zien. En dan tot de volgende keer. Doei!